Ik ben Monique en ik werk op Schiphol bij Securitas al 12,5 jaar. En dat doe ik graag, maar de laatste tijd wat minder. Wij moeten steeds meer kisten, vliegtuigen checken in kortere tijd met minder mensen. En dat gaat echt ten koste van je rug. Want je moet ook echt de lijfvesten onder de stoelen moet je checken. En echt alles wat er omheen zit, kastjes, pantries, wc's. Dus dat is heel veel werk. En we hebben al een aantal mensen rondlopen die al zoveel last hebben van rug, schouders, nek. Dus de mensen die dan nog een beetje redelijk gezond zijn, die doen dan alle stoelen. Dus dat is extra belastend voor ons. Je wordt ook vaak niet serieus genomen om als je echt ziek bent. Want dan moet je bij de bedrijfsarts komen. En wij hebben echt het idee dat de bedrijfsarts is gewoon op de hand van de manager, van het bedrijf zelf. En niet voor de mensen die ziek thuis zitten. Wat ik aan Schiphol mee zou willen geven, dat is denk aan de mensen die er werken. In plaats van alleen maar aan het geld. Want zonder de mensen kan je het werk nooit goed doen. Dus we hebben gewoon meer mensen nodig.